Hallo, mijn naam is Laurens Middeleer. Wij baten hier in Denderautum schapenmelkerij Boschelle uit. Ongeveer 6 jaar geleden zijn we begonnen met 20 Belgische melkschapen. Ondertussen zijn het er ongeveer 110 geworden. Onze schapen worden 2 maal per dag gemolken, ongeveer 200 dagen per jaar. Na het melken, 's ochtends, gaan onze schapen te voet naar de weides achter de stal. En dan voor de avondmelking komen ze opnieuw binnen. Dan overnachten ze in de stal en de ochtend nadien mogen ze weer naar buiten. En dat ongeveer voor 250 dagen per jaar. De voeding van onze schapen bestaat voornamelijk uit vers gras. En verder wordt het aangevuld met maïs die we aankopen bij een boer uit de buurt en krachtvoeder. Sinds ongeveer 7 jaar melken wij schapen en ongeveer 4 jaar verwerken we al onze melk tot verse kaas, harde kaas, platte kaas, halloumi, ricotta, feta en ijs, ook yoghurt. Die verkopen we zelf via allerlei markten. Ook al onze lammeren vermarkten we zelf en daarvoor werken we samen met een beenhouwer. Ons lamsvlees gaat naar de slager, hij verwerkt het, pakt het in en wij nemen het ook mee naar de markt. We doen ongeveer 4 markten per week en ook boeren en buren voedselteams en verdelen onze producten verder via winkels, restaurants en ook onze eigen thuisverkoop.